deze man, die mankeert wat in zijn hoofd. En dat mankeerde die een paar maanden geleden, maar dat mankeert hij nu nog. Wat er in het hoofd omgaat van Gerold O, dat weet niemand. Alleen hij zelf, als hij het al weet. Dus dat kan alle kanten uitgaan. Dat is de grote angst meteen. Nou ja, tegelijkertijd is dat. Onzekerheid. Het is de onzekerheid. Jacques Beemsterboer uit Hoorn is er niet gerust op. Zijn dochter Nadine werd in 2006 om het leven gebracht toen zij de relatie met haar vriend Gerold O verbrak. Die kreeg 12 jaar cel en TBS met dwangverpleging. De celstraf heeft hij inmiddels uitgezeten en nu mag hij na 3 jaar TBS op onbegeleid verlof. Voor de familie is dat niet te verkroppen. Zij hebben er lichamelijk last van. En dat is gebaseerd op angst. Waar uitzicht dat in? Ja, dat uitzicht in dat je buikpijn en allerlei symptomen, allerlei lichamelijke klachten, hoofdpijn. Ook angst, gewoon angstgevoelens, hè? Dus slecht slapen. Dat is heel vervelend. Maar als een TBS'er voldoende vooruitgang boekt, hoort verlof bij de behandeling. Dit duurt soms een paar uur tot maximaal 6 nachten. Op die manier kan hij wennen aan een verblijf buiten de kliniek. Voor de familie Beemsterboer komt dat veel te snel. Als hij genezen is, dan heeft hij wat mij betreft ook recht op een leven vrij in deze maatschappij. Alleen waar het om gaat is, hoe snel doe je dat? En hoe snel vind je dat verantwoord? Dat is waar het over gaat. Bent u bang dat hij weer de fout in gaat? Nou ja, dat is niet uitgesloten. Dat is wat letterlijk ook in het verslag staat naar aanleiding van de veroordeling. Dat aannemelijk is dat het weer gaat gebeuren.